We doen dit together. We doen het allemaal in Nederland, want Jochen verstaat prima Nederlands. Hij spreekt Engels, maar hij verstaat alles wat ik zeg. En wij hebben dit belegd in een heel select en klein gezelschap, waar u dus een onderdeel van bent. Ter viering van de voltooiing van een serie die zes lange jaren heeft geduurd. Belangrijke mensen die hebben bijgedragen aan de boekenserie, die hebben we hier bijeen. Daar willen we ook mee vieren, willen we ook graag bedanken. Maar we willen toch eerst het eerste exemplaar aanbieden aan Jan Timman, mijn oude boezemvriend en ook de vriend van Jochanan. Omdat bij Jan is het allemaal begonnen. We hebben af en toe van die avondjes en van die middagen bij elkaar. Nu Jan in Arnhem woont, gaan we naar Arnhem toe. En dan zitten we daar en dan bekijken we vooral studies. Want Jochanan is een van de zeven levende grootmeesters in de eindspelstudie. Acht? Oké, is er één bijgekomen. Wat dan één? Maar kun je wie is de achtste dan? The one who got with me, Sochnev from St. Petersburg. Van Sint-Petersburg? Yes. Okay. He got it with me before, there were six and we got it last year. Okay, dus er zijn maar acht levende grootmeesters in eindspelstudie. Moet je even iets bij voorstellen. Hier zit één van de acht levende. Okay, Jan is ook voor mij een grootmeester in de eindspelstudie, maar daar moet je heel veel punten voor halen, daar weet Harald alles van. Maar okay, hoe dan ook. Op een van die avondjes zaten we daar en toen zeiden we, waarom maken we geen boeken over één stuk? Want de geschiedenis van die stukken zijn zo boeiend. Nou, dat hebben we dus uiteindelijk opgepakt. Elk jaar één boek. Het is gelukt. We hebben het volbracht. En het allerlaatste boek, De Koning. En als eerbetoon ook aan Jan, waar het allemaal begonnen is, hebben we een studie van Jan over De Koning ook gebruikt in het voorwoord zelfs. Heel leuk. En dan wilden we Jan dat eerste exemplaar bieden. Niet waar, Jochanan? Nou ja, dat is heel leuk, Jan. Alsjeblieft. Hoe doen we dat, Jan? Zo. Jan in het midden misschien. Het laatste deel. Het boek bestaat natuurlijk al, hè, De Koning. Het is natuurlijk van het boek van Donner. Ja. En die titel kwam van Harry Moelis, hè. Dus als je nu dat boek uitgeeft, dan moet het De Koning heet. Dus, maar dit is iets heel anders. Dit is gewoon het volledige schaakspel. Dit is niet gewoon wat Donner geschreven heeft, maar hier wordt alles behandeld. Wij presenteren de Koning. Ja. Dat is ook nog een klein detail, wij presenteren De Koning. En ik moet zeggen dat het, Hans heeft dat ook al net gezegd, het is heel goed om zo'n idee helemaal uit te voeren. Hè? Als je ergens halverwege blijft steken, dan is het niet goed. Dit moet gewoon een volledige serie zijn. Ik moet trouwens zeggen dat ik het eerste deel mis. Ja, die krijg je niet. Dat is heel gek, hè? Dan heb je toevallig de pion. Want toen was het zo dat inderdaad jij dacht dat Jochanan het allemaal gegeven had en vice versa. Toen is het op een of andere manier, heb ik het nog steeds niet. Maar ik inderdaad herinner me nog heel goed dat we dit idee ontworpen hebben. En ik moet zeggen dat de boeken in alle opzichten voldoen. Het is gewoon het is heel plezierig om dit te lezen. Het is echt, als je van schaken houdt en ook als je niet van schaken houdt, kan je van schaken gaan houden. Dat is ook erg belangrijk met zulke soort dingen. Je wordt op een gegeven moment meegetrokken in de wereld. Eerst door de beschrijving van het stuk en de geschiedenis daarvan. Ik zag trouwens net op internet iets heel interessants. Hè, dat is uit de collectie van Lothar Schmid. Heel oude stukken uit de 12e eeuw, uit Nishapur. Dat zou echt nog heel aanvullend materiaal kunnen zijn. Die zijn nu bij Sotheby in de verkoop. Maar dit is gewoon, dit geeft alles weer. Ik weet dat Jochanan een heel goede selectie heeft gemaakt, die diagrammen. Je kunt gewoon deze kant bedekken. Je ziet gewoon, dit is heel goed uitgevoerd. Dan zie je gewoon de stelling, het is of een partijstelling of het is een studie. En dan kan je gewoon, ja, hier zit hij trouwens, hier, deze kan je gebruiken. Zwarte.
aparte stukje papier. En dan kan je je kan jezelf testen. Als je daar geen zin in hebt, kan je het gewoon lezen. En dan is het ook heel interessant. Ja. Nee, alles is gewoon. Ik wil je hartelijk feliciteren met, ja, vooral met het volmaken van dit kunstwerk. Ja. Oké, okay, dank je, dank je. En nog een mooi boekje. Pion en de Koning. Ja. Dat hebben we aan iedereen gegeven, aan alle mensen. Dit hebben we gekregen van notabene de zoon van een hele bekende in de schaakwereld, Dr. Anders Goldschmeding. Hey Leo, daar zit hij. Bijna 90, hè? Of ben je al 90? 91. Oh, je bent al 91. 91, ja. En je bent hier liggen zoveel roots van jou, yeah, in dit centrum. Yeah. En jij je hebt zoveel geschreven over de geschiedenis van het schaken, over kunst en over mensen en over schaken. Yeah. Toen we met deze serie begonnen, dacht ik, ja, ik moet bij iemand te raden gaan. Dus ik ging, Leo woont niet ver van mij vandaan, in Laren, ik woon in Hilversum. Dus ik ging naar hem toe en ik zei, Leo, kun je mij een klein beetje helpen met de geschiedenis van de schaakstukken? Oh, zegt hij, ik heb namelijk nog een manuscript liggen op zolder. En het gaat daarover, dat heet de metamorfose van de schaakstukken. Of de metamorfose, de schaakstukken. De merkwaardige metamorfose van de schaakstukken. De merkwaardige metamorfose van de schaakstukken. Nooit uitgegeven, ligt gewoon op zolder. Zoals Leo bleek elk jaar weer, als ik hem zie, weer nog een boek en nog een manuscript heb liggen op zolder, wat ook niet uitgegeven is, maar allemaal hele boeiende manuscripten, eigenlijk zonde dat niet uitgegeven is. Maar die zei van, mag ik het gebruiken? En dat mocht. Dus al die wijsheden over de geschiedenis van de schaakstukken, die komen allemaal, bijna allemaal, van Leo. Niet bij de Loper, want bij de Loper in augustus 2013 was er ineens een opgraving bij de plaats Siirt in Turkije. En er was gewoon een Engels onderzoeksteam en die groef een of andere berg open. En daarin zaten naast allemaal gespen en bekertjes en dingetjes, er zat een bord. Een bord en stukken. Een speelbord, hè? Een soort van schaakbord. En stukken. En de stukken waren piramides en honden en tokens. Witte tokens met zwarte versierselen en zwarte tokens met witte versierselen. En die man, die hoofd van dat onderzoeksteam, die zei, ja, dit lijkt wel een beetje op een soort schaakspel, zei hij. En ze konden onderzoeken met kobold zo hoe oud dat spel was. En dat spel was dus 5000 jaar oud. Dus komen we al in 3000 voor Christus. En toen pas kwam ik eigenlijk, mijn hart sprong omhoog. Want wij beginnen in onze serie 4000 voor Christus. Een beetje gewaagd. En Hans Ree is er helaas nou niet bij. En die zei van, ja, maar dat mag je zo niet zeggen, want de schaaksport is niet van 4000 voor Christus. Die begint pas bij Chaturanga en dat is 500 na Christus. Maar dat is natuurlijk ter discussie. Want je kunt zeggen, wanneer is dan de voorloper van Chaturanga? En als je teruggaat naar de voorlopers, ja, dan kom je gewoon duizenden jaren eerder uit. En wij begonnen in 4000 op jou aanraden, 4000 voor Christus. En dat bleek dus helemaal niet zo slecht te zijn eigenlijk. Nou, elk jaar, elke keer als we een boek hadden, ging ik naar je toe, gaf ik het boek en dan kwam jij weer met een nieuw manuscript. Je hebt nog zoveel prachtige manuscripten liggen die, ja, helaas niet over koningen, alle koningen en keizers die geschaakt hebben, heb je nog liggen? Ja. De meeste, over alle vrouwen die belangrijk zijn geweest in de schaaksport. Ja. Nou ja, en nog een paar. Dus prachtige manuscripten. En elk jaar ben jij weer bezig en nu ben je bezig met weer een boek. Ja. Je bent mooi lekker bezig altijd, Leo. Dat vind ik fantastisch. Ik wil jou ook bedanken. De koning heb ik je al gegeven, maar ik geef hem je toch nog een keer. Ik zien. Heb ze alle vijf. Alle vijf? Nou, dan heb je er niet. Nee, dat heb je niet. Dat kan niet, je moet er zes hebben. Oh ja, sorry, ik heb er zes. Ja, dat is gewoon. Nou, maar misschien dat Johanan dan een mooi boek doet van hemzelf, van de Moves. Misschien dat jij nog een extra boek hebt, Johanan. Invisible Chess Moves voor Leo. En dan krijgt Leo deze problemen van goldspeling. Hartelijk dank, Leo Diepschaten. Zo, we had. Sorry, I will say it in English, okay? Assuming that everyone understands. We had six exciting years producing this series. I'm very happy that we
managed, in, despite all difficulties, to come to the conclusion of the series, which is also for me a personal event or a personal cadeau, because this year, not only I mentioned my own personal 64th birthday, which is a chess anniversary, but also 50 years of, exactly 50 years of chess activity as a player and as a composer, because in 1966 I started all this. I played my first tournament ever. Those days you were as old as 14 to start, not like you come to a grandmaster title at 12 like these days. And I also composed my first problem, and then also my first study. And the year after, the better effort were published even. Also, in a few days, I will go to my home country in the Middle East, and I will celebrate there playing the last round of my 50th season in the Israeli League. So this is my 50th year in the Israeli League in a row. I even, in those years where I have been living here, I saw to it that I will be at least for one, two rounds every year playing for my team there as well, for the sake of continuity and tradition. So I'm glad that Hans and myself, we managed really all those 6 years without having any quarrels, as sometimes a married couple has sometimes, because we were married only for this matter. And I cannot write these books, but I can read them. I can read them with no problem, because Hans is very good in making a text accessible to everyone. And I want to say one or two words about these books that actually they are for everyone, actually, for every level, for every age. It is about having chess culture at home that is not dependent on time, like a chess opening books or a chess tournament book. It is a piece of chess history and piece of chess culture, which everyone can have some of everything. I can tell you that it's not so easy to find 60 different motifs where the piece is a hero of, or to find examples for so many motifs where the piece is the hero, and the most difficult is, anybody can guess what was the most difficult book to write? The last one. The last one, The King, very good. Why? You just guess. The king cannot promote. Yeah. cannot be taken. That's the problem. That this is not a chess theory book. It is actually a book about tactics. And the king has one big shortcoming. It cannot be sacrificed. Only the king of the opponent can sometimes be sacrificed, but it was not about the weakness of the king. The book is about the strength of the king as a piece, or as a leading piece in all these motives. But we had to be creative in order to do that, and sometimes have a nice a chapter like The Fearless Kings of Nigel Short, for example, which is a kind of original chapter where I, of course, we know famous game, sorry, Anne, for famous games where the king is walking to the center. For example, but also King G6 against Kasparov. Yeah. So that was an original one. And when I wrote something about it on Facebook, when the book came out, I got a big like from Nigel Short, of course. He never gives me a like, but this time he put a big like when I wrote it. So we had actually a hard time, but also very pleasant time, cooperating in producing, and also very good cooperation with Tyrion and then Cosmos, that were
really very instrumental also in producing it in a very nice layout, which is very pleasant to hold, and having this special patent of the black page that you can put in when you only want to read it, you can just remove it, and when you want to solve, it will keep you from the temptation to look at the solution without ruining the book by all the time turning the page. So that is the idea. So in those 6 years, we had the help of several persons, which Hans has already mentioned, but I want also to mention a special friend of mine, Harold van der Heijden, Dr. Harold van der Heijden, who is the world expert of the endgame study, the guru of the endgame study, actually. And he was really, he gave a lot of effort and time to that the examples in the books, the endgame studies in the books, sometimes also from the game, will be the correct ones and also the in a correct, with a correct solution, also correction of some language, not that I cannot judge it, but it was very useful and appreciated, of course. And he was patient to do it all those 6 years, and for that he has actually a share in the success of the Seri. And I would like to give him a small present from us as well, and this is an earlier book of that I'm co-author of it as well. So I invite Harold here to get this book, The Invisible Chess Moves, to the master of the visible chess moves. Thank you very much. Je hebt ook een toernooi wat naar jou genoemd is, een studietoernooi. Yohanan AVEC 64, en er mogen mensen studies opsturen. Ja, this was the initiative of my chess friends in Israel. My old chess friends from the 50 years ago, when we started there in the Tel Aviv Central Youth Central Club, with names of chess tutors like Yair Kreidman, who is the first Israeli grandmaster, Israeli-born grandmaster, still active at the age of 83, and my great mentor Moshe Cherniak, who played also in the Netherlands several times in Beverwijk in the IBM tournament. We gebruiken heel vaak studies in deze boeken van mensen die 50 worden. Van Jan hebben we het ook gebruikt. 50, 60, belangrijke leeftijden. Mijlpalen. En dan wordt er een studietoernooi uitgeschreven en de hele wereld doet dan mee. Of de hele studiewereld doet dan mee. Dat is leuk. En sommige van die studies gebruiken we dan ook in de boeken. Een heel ander aspect is het visuele aspect. In elk boek staan afbeeldingen van die oude stukken waar we het over hebben. Dan praat je over stukken. Je had net over stukken van 1200. Maar er zijn stukken die zijn veel ouder en spellen die zijn veel ouder. En iemand die dat in zijn eigen huis had, een soort museum in zijn eigen huis, was Mai Kloprogge. In mijn telefoonklapper staat Mai en Ine Kloprogge. Dus Mai en Ine is voor mij verbonden, want ze doen alles samen. Maar goed, Mai Kloprogge. Hij was vroeger directeur van een ziekenhuis. Hij is een schaakliefhebber, maar eigenlijk een schaakspellenliefhebber. Ze hadden in hun huis een ongelofelijke verzameling schaakspellen. Echt duizenden jaren oud. Het is onlangs ook verkocht via ook al die prachtige Sotheby's en noem ze allemaal maar op. Want op een gegeven moment dacht hij van nou schrijf ik er een keer mee uit. Maar deze stukken hebben we gebruikt in elk boek. Dus in elk boek vindt u ook hele oude afbeeldingen van hele oude schaakstukken. En dat kon alleen maar omdat we iemand hadden bij ons in de buurt in Hilversum, die zo'n museum in huis had en al die prachtige oude schaakstukken had. Dus Mai, ik wil jou ook... En de afbeelding. Hè? En de afbeelding. En de afbeelding, ja, die hebben we gebruikt natuurlijk. Ja, nou ja, dus we willen jou ook het boek geven. Dankjewel. Nou ja, kom naar voren, kom even staan, dat is ook leuk. Yohanan, alsjeblieft. Dankjewel.
En oh, je krijgt ook nog een goldsmeding boekje erbij, want dat het gewoon een mooie layout is. Fantastisch. Dankjewel. Leuk om bij jullie te zijn elk jaar. Hetzelfde okay. Bij Leo. Elk jaar weer opnieuw. Heel graag gedaan. Ja. Ja? Mooi. Alsjeblieft. Dankjewel. Oké, dankjewel. Goed, de partij van Anis. Zoals elke partij, bijna elke partij, staat hij weer beter. Al een tijdje. Nu weer met zwart, want het maakt eigenlijk niet uit. Het is onvoorstelbaar hoe hij tegen de absolute wereldtop elke keer weer beter komt te staan. Maar helaas, het zal weer een miezen worden. Zijn we bang. Maar dat gaan we niet hebben. We nemen nu even een drankje en een hapje en komen we zo dadelijk even terug. Probeer het. Ja, maar heb je ook vrij snel. Dat is een ding dat ik zin denk. Ja, dat is een ding dat ik zin denk.